Goedemiddag Wilfried. Ik wil het eigenlijk eventjes niet over vandaag hebben, maar eventjes over gisteren. Allereerst gefeliciteerd met de derde plek, Meisjes A Open Club. Wat vond je er zelf van? Ja, we zijn zeer tevreden. We hebben echt in de halffinale en de finale een goede teamprestatie neergezet. De meiden hebben ontzettend hard gewerkt, ontzettend goed verdedigd. Meiden met wat pijntjes en klachtjes, knietjes, zelfs één licht door de enkel de eerste wedstrijd, maar ze wilden van geen ophouden weten. Ik ben zeer tevreden en trots wat die meiden gedaan hebben. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Fantastisch resultaat, denk ik. Dan even vandaag. Sliedrecht Sport. Gisteren hebben zij de Jaap Kastelen trofee gewonnen. Dat betekent natuurlijk vandaag revanche. Ja, dat zou mooi zijn. Het staat voor mij natuurlijk los van wat er gisteren is gebeurd, wat wij vandaag doen. Want wij willen iedere wedstrijd winnen. Maar dit wordt een uitdagende pot. Want net als bij de Jaap Kasteel trofee, ook in de competitie, zijn we denk ik aan elkaar gewaagd. Dat geldt voor 4 teams, maar... In dit geval dan voor Sliedrecht en Alterno. En we gaan ons uit de best doen om revanche te nemen. Laten we zo maar zeggen dan van gisteren. Oké, ik wens jou heel veel succes. En ik hoop dat je net zo tevreden bent aan het einde van deze wedstrijd als gisteren over je dames Meisje A Open Club. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag dames. Vertel even hoe je heet. Sophie van Echtelt. Doorna Motamedi. En jullie spelen in Meisjes D5, heb ik net begrepen. Vandaag mini van de week. Is het niet de eerste keer voor jullie. Dus hebben jullie dezelfde warming-up vandaag gedaan? Niet helemaal. Wat was er anders? Volgens mij een paar rekken strekoefeningen en het warmlopen. Okay. En jullie gaan straks natuurlijk heel goed aanmoedigen, want het gaat ergens om. Hè? Ze moeten winnen, de dames. Wat gaan jullie roepen van de kant af? Geen idee. Moet je wel over nadenken. Jij dan? Ik weet ook niet. Nou, wat dacht je van Hup Alterno? Kom op, dames. Ja? En jullie gaan dadelijk serveren. Ga je bovenhands of onderhands serveren? Onderhands. Ja, ik denk ook onderhands. En hoe vaak denk je dat de rally gespeeld wordt? Dat die over het net gaat? Geen idee. Ik weet het ook niet. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en heel veel plezier. En moedig ze aan, hè? Ja. Dankjewel. Thank you.
Thank you.
in het voordeel van Roda Alterno. Daarmee de stand in deze wedstrijd op 1-1. Daarmee in de deel van de team op 13 punten.
En net zoals die stekker in de top 3. Steken zien we dan voor ons in de veelal met elkaar. En dan veelal blijft op 8 punten staan. Dat wordt moeilijk. Heel moeilijk. Voor helemaal niet op. Feliciteer de gastreis in het sport. Wens ons een goede thuisreis. Publiek, sponsors en pers. Bedankt voor jullie aanwezigheid en heel graag tot de volgende keer hier in de Altenno.